Beste zendingsvrienden en vriendinnen, jonge mensen, jongens en meisjes, kinderen. Rond het jaar 1790 vraagt een jonge dominee op een vergadering met andere predikanten of het niet de plicht is van het christendom om het evangelie te verspreiden onder de onbereikte heidenen. En hij wijst daarbij op de Bijbelse opdracht die de apostelen van de Heer Jezus hebben meegekregen. Om heen te gaan, alle volken, en om het evangelie te prediken tot aan het einde van de aarde. Die opdracht en het dodelijke gevaar waarin een groot deel van de wereldbevolking leeft, bezetten deze jonge dominee al een lange tijd. Deze dominee is William Carey. William is als jongen van 12 al bezig met het leren van vreemde talen. De Heere wekt in hem grote belangstelling voor andere volken, voor reizen, voor ontdekkingen. Zoals van de grote zeevaarder James Cook, die uiteindelijk vermoord wordt op de Hawaii-eilanden. Veel ontdekkingsreizigers gaat het bij hun reizen om het avontuur, om geld, om macht. Maar Carey is bewogen over de ellendige geestelijke toestand van mensen. Als hij op de kaart werelddelen, landen, eilanden en volken aanwijst, dan kan hij zomaar uitroepen: en dat zijn heidenen, heidenen. Hun geestelijke verlorenheid ligt op zijn hart. Als deze jonge dominee echter in die vergadering rond 1790 over de opdracht tot zending spreekt, dan reageert een oude predikant heftig. Jongeman, ga zitten. Je bent een geestdrijver. Als het God behaagt de heidenen te bekeren, dan zal hij dat doen zonder jou of mijn hulp. Dat is een onbijbelse opvatting. De Heer Jezus liet zijn kerk het zendingsbevel na. Het staat vast dat alleen God mensen bekeert. Maar hij gebruikt daar als middel ook mensen voor. De kerk mag zich niet afzijdig houden. Dat is tegen Gods woord en wil. Het is niet goed je alleen te richten op jezelf en de hele wereld te vergeten. Uiteindelijk brengt Carey als zendingspredikant tientallen jaren door in India. Een veelbewogen leven met hele diepe dalen, persoonlijk en ook in zijn huwelijk. Maar hij predikt er het evangelie. En hij draagt bij aan de vertaling van de Bijbel in meer dan 30 talen en dialecten. Gestrooid zaad. Hoe zal zaad in de akker geworpen worden zonder zaaiers? Hoe zullen mensen de boodschap van het evangelie ooit horen zonder zendingswerkers? Jawel, toen Albanië hermetisch gesloten was tijdens het atheïstische regime van de dictator Enver Hoxha, spoelden bijbelgedeelten in flessen aan op de Albanese stranden. En door die flessenpost zijn mensen bekeerd. Maar het zijn mensen geweest die op het Griekse eiland Corfu die flessen hebben gevuld met bijbelgedeelten in de zee geworpen, biddend. En zodra het land Albanië openging, volgden de zendelingen. Jawel, door radio-uitzendingen en internet kan het evangelie en allerlei literatuur terechtkomen bij mensen en in landen waar we anders niet bij kunnen komen, die niet bereikt kunnen worden. En toch
Er blijven uitleggers nodig die zich voegen bij de lezers en de luisteraars van het woord. Jawel, moslims krijgen vaak dromen. Krachtige boodschappen, waardoor zij zoekers van Jezus worden. Maar die zoekers moeten terechtkomen bij Gods woord. En bij mensen die dat woord verder onderwijzen. Die zoekers moeten niet op zichzelf blijven staan, maar hebben anderen een gemeente nodig. Gestrooid zaad. In de Bijbel spreekt de Heer Jezus bij de Jacobsbron de Samaritaanse vrouw. Hij oogst deze vrouw daar als de eerste aar van een grote oogst. Want een paar uur later ziet de Heer Jezus het dorp toestromen door de velden. En hij wijst zijn discipelen erop. Heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want zij zijn al reden wit om te oogsten. De Heer Jezus blijft 2 dagen bij de Samaritanen in Sichar. En er geloofden er veel meer om zijns woords wil. Hoor maar, wij weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Het werpen van het zaad is een beeld dat past bij wat zendingswerkers doen. Zij gaan uit en verspreiden de goede boodschap van zonde en genade. Zij leggen uit wat zonde is en wat de gevolgen van de zondeval zijn. Zij wijzen de enige weg van behoud, de Heer Jezus Christus. Zij bidden of de Heer gelegenheden wil geven om zijn woord bekend te kunnen maken. En of hij dat woord als een goed zaad wil zegenen. En zo gaan zendingswerkers alzaaiend voort. Gestrooid zaad door zendingswerkers. Wat zijn dat voor mensen? Ze geven hun leven hierop en gaan naar landen met een andere taal en cultuur. Singles en gezinnen met of zonder kinderen. Ze gaan heen. Ver weg van familie en vrienden in Nederland en van hun thuisgemeente. Zendingswerkers hebben bepaalde eigenschappen nodig om hun werk te kunnen doen. Ze zijn zelfstandig, onafhankelijk, volhardend. Maar in de kern zijn zij doordrongen van de waarde van de mensen waaronder zij leven. Elk mens blijft eeuwig bestaan. Elk mens zal eenmaal in het oordeel voor God staan. En dat weegt voor hen. Zendingswerkers zijn door God geroepen en door de kerk uitgezonden voor zendingswerk. Zo is hun roeping verankerd in de kerk. Ze hebben liefde tot hun meester en tot zijn opdracht om mensen te bereiken tot de einden van de aarde. William Carey was gedreven en daadkrachtig. Maar hij verwachtte het alleen van God. Bekend is zijn uitspraak: verwacht grote dingen van God. Doe grote dingen voor God. Zendingswerkers kennen dat geheim. Ook al zullen ze soms wellicht de woorden van Carey slechts fluisteren. 1 op de 5 zendingswerkers van ZGG werkt onder bijzondere omstandigheden. Doordat zendingswerk niet is toegestaan. Dat zijn onze onbekende zendingswerkers in gesloten gebieden. Zij schrijven wel in Paulus, maar over hen kunnen we niets publiceren. Zij zelf verdwijnen uit beeld. Intussen zoeken zij dag in, dag uit
naar gelegenheden om het goede zaad van het woord te strooien. Tijdens werk, in ontmoetingen. Alle zendingswerkers hebben gebed nodig. Voor hun zaaiwerk en voor henzelf. Maar laten we ook bidden voor de onbekende zendingswerkers. Echt, doe dat. Trouwens, we zoeken nog meer onbekende zendingswerkers om uit te zenden. Zendingswerkers leren afhankelijkheid van de Here en van het gebed. Voor het gestrooide zaad, want dat moet wel in de goede aarde komen. Niemand zit op het evangelie te wachten, maar toch strooien. De Samaritaanse vrouw liet haar watervat staan bij de Jacobsbron en bracht zonder terughoudendheid de boodschap van zonde en genade in Sichar. De Heer Jezus zaaide. De vrouw zaaide. Kerry zaaide. De zendingswerkers zaaien. Gestrooid zaad. Ook door jou. Ook door u. Als zendingspredikant. Als evangelist. Als vrouwenwerker of kinderwerker. Als vertaalkundige. Of theologisch docent of toerister. Als onbekende zendingswerker. Thank you.